Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag ga ik met jullie een circuit, een serieschakeling analyseren met twee verschillende weerstanden. Dus in dit geval hebben wij een schakeling met een bronspanning van 6 volt, een weerstand R1 van 1 kilo ohm. Een weerstand R2 van 2 kilo ohm. Gevraagd is de stroom door R2 en de spanningsval over beide weerstanden. Hoe beginnen we daaraan? Om dit circuit te analyseren, zullen we eerst de vervangingsweerstand gaan moeten bepalen. We hebben twee weerstanden in serie. En weerstanden in serie mogen we gewoon optellen. Dus de vervangingsweerstand van dit circuit. Vervangingsweerstand RV is R1 plus R2. We kunnen gewoon deze twee optellen. 1K en 2K is 3 kilo ohm of 3000 ohm. Eens dat we een vervangingsweerstand hebben, kunnen we het circuit gaan vervangen door dit circuit waar we nog maar één weerstand hebben, namelijk de vervangingsweerstand van 3 kilo ohm. Met dit circuit is het wel heel gemakkelijk om de stroom te bepalen. De stroom is namelijk gelijk aan spanning verdeeld door de weerstand. De spanning in dit geval is een voedingsspanning V1. En onze weerstand is een vervangingsweerstand. Dus dan krijgen we 6 volt verdeeld door 3000 ohm. En dan komen we uit op een stroom van 2 milliampère of 0,002 ampère. Als we de stroom kennen, kunnen we op de spanningsval gaan bepalen over de twee weerstanden. We hebben een weerstand van 1 kilo ohm en we hebben een weerstand van 2 kilo ohm. En met een serieschakeling zal de stroom door beide weerstanden hetzelfde zijn. De spanningsval over elke individuele weerstand kunnen we ook berekenen met de wet van Ohm. Krijgen we als spanning over de eerste weerstand R1, UR1 gelijk aan 2 volt. Zou het nu ook doen voor de volgende weerstand? De weerstand van 2 kilo ohm. Dan krijgen we dus 2 milliampère maal 2000 ohm. En dan hebben we hier als resultaat uitkomst van 4 volt. Controleer even of onze oefening klopt door te kijken of de spanningsval over de twee weerstanden gelijk is aan de totale bronspanning. Bij een serieschakeling mogen we die twee ook optellen. 2 volt plus 6 volt komt overeen met de bronspanning. Dus onze oefening klopt.